Karim Rikik. Voor het grote publiek nog niet heel bekend. Stel je even kort voor. Ja, ik ben Karim Rikik, 17 jaar en ik speel bij Manchester City. Maar ja, dat was het. Positie achterin. En je komt van Feyenoord. Ja, klopt. Ik speel voor centrale verdediger. Ik heb 7 tot 8 jaar bij Feyenoord gespeeld. Ik begon in de F's. Dus ja, ik heb een hele goede tijd daar meegemaakt. En hartstikke leuk. En nu speel ik bij Manchester City. 7 of 8 jaar bij Feyenoord gezeten. En dan is het toch wel zwaar om die club te verlaten. Ja, klopt. Maar als je ziet wat ik hier dan heb. En dan hoe deze mensen me ontvangen. En ja, hoe alles hier gewoon is geregeld. Dan, ja, dan is het makkelijk om over te gaan. Zeg maar. En wat is het verschil tussen Feyenoord en Manchester City? Ja, geld, maar eromheen. Nee, Manchester City is gewoon een mooie club. Prachtig om met al die grote spelers te trainen. En ik denk dat ik me hier gewoon beter kan ontwikkelen als speler. En daarvoor ben ik naar Manchester City gegaan. En ja, je hebt al een paar mooie momenten meegemaakt in je jonge carrière. Ja, klopt. Ik heb het debuut gemaakt tegen Birmingham City in de Carling Cup. Dat was ja, prachtig om mee te maken. Dan kom je zo op het veld en dan sta je daar. Al die mensen om je heen. Ja, het was echt goed, echt een mooi moment. Ja. Nou, je hebt in de korte tijd dat je hier bent, heb je snel omhoog gewerkt. Je bent reserve aanvoerder, tenminste aanvoerder van de reservehelftal. Ja, klopt. Ik ben aanvoerder van de reserve, zeg maar. En ja, ik train gewoon meestal met het eerste mee. En daar leer je gewoon hartstikke veel van. Het gaat veel sneller. En de eerste paar weken toen ik met het eerste moest trainen, was het nog wel wennen. Want het is echt snel. En toen ik opendraaide, zeg maar, toen werd je gelijk onder druk gezet. Maar nu ben ik er gewoon helemaal gewend. En gewoon prachtig om mee te trainen met grote spelers. Ja, dan loop je vanaf Feyenoord in de jeugd. Dan loop je opeens te trainen tussen Vincent Kompany. Sta je tegenover Balotelli. Ja, klopt. Vincent, ja, dan sta je opeens naast Vincent Kompany. Dan speel je samen met hem. Dan sta je tegenover Balotelli. En daar leer je gewoon hartstikke veel van. Ook Vincent en Nigel. Die geven je gewoon veel adviezen. Ook die oudere spelers een beetje van het team. En ja, daarvoor word je veel beter. Ja, nou, je hebt natuurlijk je debuut gemaakt, zei je net inderdaad al. Je hebt ook nog in Oranje mooie prijzen gewonnen. Ja, met Nederlands elftal onder 17, waar zijn we Europees kampioen geworden. En ja, dat was echt een mooi moment ook, met al die spelers. Ja, was mooi. En op het WK, dat deden we wat minder. Dat was in Mexico. Dat deden we wat minder. Eerst gelijk uitgeschakeld in de groepsfase. Maar er waren ook moeilijke omstandigheden. Zijn we, denk ik, ja, dat hebben we minder gedaan. Ja, in die lichting is een hele talentvolle lichting. Ja, bijvoorbeeld Nathan Aké zit ook bij Chelsea. Wat verwacht jij van jouw eigen lichting? Ja, die gewoon een hartstikke goede lichting. En heel veel spelers die de top kunnen bereiken. En alleen als ze het kopje erbij houden, dan komen veel spelers. Daar heb ik wel vertrouwen in. Ja. Nee, je zat dus bij Feyenoord in de jeugd. Dan zit je met jongens als Terence Kongolo zit je in het team. Ja, en die zit dan toch dicht bij de buurt bij Feyenoord. Heb je dan niet een beetje spijt van, ja, ik had daar ook kunnen staan? Ja, maar dat klopt. Kijk, ik heb voor deze weg gekozen en hij is gewoon bij Feyenoord gebleven en hij doet het hartstikke goed. En, zit dicht bij zijn debuut aan en ja, en ik heb voor deze weg gekozen. Ik heb mijn debuut al gemaakt en vind het gewoon mooi om hier te spelen. Ik heb geen enkele spijt van mijn keuze. En ja, wat is je plan? Ja, mijn plan is gewoon om een baasspeler te worden in het eerste van Manchester City. Oké, nee, dankjewel. Nee, dat